Utrecht blijft loktieners inzetten bij drankcontroles. En de rechter bezoekt het halve huis in Soest. Goedemiddag, dit is U Vandaag. Utrecht blijft loktieners inzetten bij sportkantines, supermarkten en slijterijen. Gisteren besloot burgemeester Van Zanen te stoppen met controles door tieners in de horeca. Omdat het strafbaar is jongeren onder de 18 jaar in kroegen te laten werken. Vanaf begin dit jaar mogen jongeren onder de 18 geen drank meer kopen. Een aantal tieners die bestelden onlangs in opdracht van de gemeente drankjes in een tiental Utrechtse cafés om het drankverbod te controleren. Dat zorgde voor veel ophef bij kroegbazen, onder wie Henk Westbroek. Die kreeg een boete van €1300 omdat een minderjarig meisje in zijn café een glas wijn kreeg. Van Zanen wil de controles nu anders gaan doen, maar blijft wel tieners inzetten in zaken als slijterijen. Bij slijterijen en bij supermarkten kan dat gewoon, dat is ook helemaal de discussie niet. Maar bij de horeca ligt dat ingewikkeld. Nou, dat hadden we gewoon niet moeten doen, althans niet zo. Het is wel effectief, maar ja, als wat niet kan, dat kan niet. En we zoeken dus naar nieuwe methoden, maar mystery guest is helemaal niks mis mee. Dat is ook altijd zo geweest, dat weet ook iedereen. En toch is ook de inzet van loktieners bij dit soort zaken onzeker. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid vraagt zich af of de rechter het wel als bewijs accepteert. Hij zegt vandaag in de Telegraaf dat hij wil kijken hoe loktieners op een legale manier kunnen worden ingezet. Het is lastig te bewijzen dat de hoogzwangere Vivica Spong is vermoord door haar vriend Mark van D. Maar justitie is ervan overtuigd dat hij het heeft gedaan. Dat zei de officier vanochtend op de laatste dag van het proces tegen Mark van D. Justitie verdenkt de Utrechter ervan dat hij zijn hoogzwangere vriendin van de trap heeft geduwd en daarna haar keel heeft dichtgeknepen. Gisteren hebben drie experts verklaard dat ze niet precies kunnen zeggen hoe de vrouw om het leven is gekomen. De officier wees vanochtend op de tegenstrijdige verklaringen van Van D. Later vandaag komt justitie met een strafeis. De advocaat van de nabestaanden wil ook een schadevergoeding van €80.000. Bij de dodelijke schietpartij in Amersfoort waren meerdere schutters betrokken. Dat heeft de politie zojuist bekendgemaakt. De daders schoten afgelopen maandagavond voor de deur van een sportcentrum een 22-jarige man dood. Vervolgens zijn ze er met een vluchtauto vandoor gegaan richting Leusden, waar ze de auto in brand staken. Uit onderzoek van de politie blijkt nu dus dat er meerdere verdachten zijn. Ze waren donker gekleed, die zijn na het schietincident in een auto gestapt, weggereden via de A1 richting Hoevelaken. Daar hebben ze nog wel een manoeuvre uit moeten halen, omdat ze daar behoorlijk hard reden. In de richting van Leusden zijn ze gereden en vervolgens hebben ze in Leusden op de Larikslaan achter bij een kantoorpand de auto neergezet en in brand gestoken. De dodelijke schietpartij in Amersfoort lijkt een afrekening in het criminele circuit. Verhalen dat de daders het eigenlijk op iemand anders hadden voorzien zijn volgens de politie onzin. Ondernemers in Midden-Nederland gaan elkaar geld uitlenen. De autoriteit Financiële Markten heeft hiervoor toestemming gegeven. Banken zijn door de crisis voorzichtig met leningen. De ondernemers gaan het daarom zelf doen en zijn verenigd in de Kredietunie Midden-Nederland. Naar verwachting worden de eerste leningen in maart verstrekt. Automobilisten moeten binnenkort in de Utrechtse wijken Tuindorp en Tuindorp Oost in de ochtend betalen voor een parkeerplek. Wijkbewoners en winkeliers zijn tegen betaald parkeren. Zij zeggen dat Utrecht er alleen maar geld aan wil verdienen, omdat er helemaal geen parkeeroverlast is in de wijk. De ramen van de prostitutieboten aan het zandpad in Utrecht zijn dichtgetimmerd. De eigenaar van de prostitutieboten heeft houten schotten geplaatst om vandalisme te voorkomen. De prostitutie aan het zandpad ligt nu ruim een half jaar stil. De meerderheid van de gemeenteraad wil dat de boten weer tijdelijk in gebruik worden genomen tot de gemeente een nieuwe locatie heeft gevonden. Inwoners van 't Gooi bij Houten willen een verbod op het gebruik van landbouwgif in de buurt van hun woningen. Ze pleiten voor een spuitvrije zone van 50 meter. Nu is de spuitafstand vaak slechts 25 meter. Inwoners hebben door het gif last van tranende ogen. De verantwoordelijk wethouder neemt de klachten serieus en kijkt naar een oplossing. De voetbalfan die met een broekriem om zich heen sloeg tijdens de wedstrijd FC Utrecht-Feyenoord, deed dat om zichzelf te verdedigen. Meerdere getuigen bevestigen zijn verhaal. De Feyenoorder, de man met de groene broek, zat op de tribune achter een groepje fans van Feyenoord. Kort na het eerste doelpunt in de wedstrijd werden ze aangevallen door FC Utrecht supporters. Op het moment dat de man daar iets van zei, ging het mis. Op een gegeven moment word ik vol in mijn gezicht gespuugd. Het ging
bij mij dat lampje uit. Ik heb mij toen een topsoot iemand gegeven. Ik heb mijn riem met de broek gehaald. En ik ben vol gaan slaan om mijn eigen te verdedigen. En om iedereen om afstand te houden. Maar de man vindt het jammer dat het nu lijkt alsof Feyenoord fans zich hebben misdragen. Hij hoopt dat de volgende keer de juiste mensen worden opgepakt en afgevoerd. De rechter is vandaag met een deskundige gaan kijken bij het Halve Huis in Soest. Conclusie, er moet heel snel iets gebeuren. Beste mensen, welkom op deze zitting ter plaatse. Een hele delegatie vanmorgen op de Beukenlaan in Soest. Het huis van de familie van Burgstede was een twee onder één kap. Maar anderhalf jaar geleden sloopte de buurman zijn huis en nu woont het gepensioneerde stel dus in een half huis. Het echtpaar zegt last te hebben van kou en vocht. Volgens de expert die vandaag met de rechter kwam kijken, moet er snel iets gebeuren. We zitten en in een seizoen dat, laten we zeggen, vocht invloeden, thermisch gedrag van constructies. Daar moet je rekening mee houden. Dus dat, in die zin heeft het wat haast. De rechter doet binnen een week uitspraak. Vanmorgen hoorden leerlingen van de basisschool een mooi verhaal van bekende Nederlanders. Tijdens het nationale voorleesontbijt is er weer volop aandacht voor voorlezen en hoe belangrijk dat is voor de ontwikkeling van kinderen. In Woerden hoorden de kinderen een verhaal van rolstoeltennisser Esther Vergeer. Er was eens een meisje dat Floddertje heette, omdat ze altijd fel was en altijd vol met vlekken zat. Geboeid luisteren de kleuters naar het verhaal van Esther Vergeer. En ondertussen eten ze lekker een broodje. Floddertje was juist op de tweede tree van de ladder toen ze alle blauwe verf over zich heen kreeg. Esther Vergeer vindt het heerlijk om voor de kinderen voor te lezen. Ik woon hier heel vlakbij. Ik ben al een paar keer gevraagd om hier voor te lezen. En iedere keer kon ik niet omdat ik naar de Australian Open was. En dus vandaag eindelijk. Dus ja, heel erg leuk. Een heel leuk verhaal en een hele leuke klas. Ja. Als het verhaaltje uit is, mogen de kinderen vragen stellen aan Esther. En ze hebben zich goed voorbereid. Hoeveel medailles heb je? 7 gouden medailles en 1 zilveren medaille. En Esther heeft ook een echte medaille meegenomen. Als ik hem aan jou geef, geef je hem dan door? Ja? Voor de kinderen een hele ervaring. Maar het gaat natuurlijk om het voorlezen. Het is gewoon gezellig, leuk. Het is goed voor hun taalontwikkeling. Hun woordenschat wordt groter. En ja, ook om hun fantasie te prikkelen. Esther Vergeer is al even gestopt met tennissen en het voorlezen gaat haar prima af. Is ze vandaag misschien achter haar nieuwe roeping gekomen? Als ik een keer ziek ben, vragen we je Esther. Nee, ik denk niet dat kleuterjuf iets voor mij als beroep zou zijn. Maar ja, invallen, wie weet. Een verhaaltje voorlezen kan altijd. Ja, en ook op andere scholen werd vanmorgen voorgelezen. In IJsselstein kwamen zo'n 100 opa's en oma's een mooi verhaal vertellen. De man die werd gezocht als getuige in de Edense verkrachtingszaak is gevonden. De politie hoopt dat hij meer kan vertellen over de verdachte. Die trok november vorig jaar een 20-jarige studente van haar fiets en misbruikte haar. De verdachte staat op bewakingsbeelden. Hier zien we hem fietsen in de fiets- en bustunnel onder de A30 tussen Veenendaal en Ede. Na de mishandeling gaat hij er weer vandoor richting Ede. Zometeen in bureau Hengeveld opnieuw aandacht voor deze zaak. En Zacharko, waar ga je het straks nog meer over hebben? Nou Rob, we gaan het ook hebben over die moord in Amersfoort. Maandagavond werd voor de ingang van sportclub Pelikaan in Amersfoort een 22-jarige man doodgeschoten. En uiteraard zoekt de politie de dader, die is nog steeds spoorloos. Een heel misselijke babbeltruc in Zeist. Twee vrouwen die spreken op straat een bejaard stel aan. Een van die vrouwen doet alsof ze hoogzwanger is en op zoek is naar een gynaecoloog. Nou, dat oudere stel laat die twee vrouwen dan binnen. En je raadt het al, binnen wordt de pinpas gestolen van dat oudere stel. En even later wordt er flink veel geld mee gepind. En de verkeerspolitie die zit weer achter een motorrijder aan. En deze motorrijder maakt het nog veel bonter dan die motorrijder van vorige week. En dat was al erg. Dat en meer vandaag in bureau Hengeveld. We gaan kijken. Zacharko, dankjewel voor nu. En dan krijgt u tot slot nog het weer. Veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. En bij een zwakke zuidoostenwind is het maximaal 5 graden. Ook vanavond is het bewolkt en droog. En in de loop van de nacht kan het wat licht gaan regenen. De temperatuur daalt tot een graad of 2. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur dan zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. Graag tot dan.